En daar is ze dan, de grote bejaardenvriend Cara. Het is een zogeheten therapiepaardje. En zij gaat sinds kort op bezoek bij bejaarden om hen een leuke dag te bezorgen. In Amerika bestaat dat al langer en nu dus ook in Nederland. Een paard kan heel veel doen voor iemand die eigenlijk vrijwel niet meer buiten komt. En dan hebben paarden nog eens een keer het vermogen om echt contact te maken. Mensen die weer even terug in het hier en nu komen. En ja, dat is fantastisch. Anne B. heeft inmiddels 3 paardjes waar ze diverse verzorgingstehuizen mee bezoekt. Op bijna iedereen die ze ontmoet heeft Cara een positief effect. Ja, leuk. Dat paardje? Ja, vind ik leuk. Ja, zie ik niet elke dag. Dat vind ik wel leuk, zulke dingen dat, met zo'n dier. Hè? Anders is het altijd praten en praten, maar nou praat je met het diertje. En die praten niet de oren van je kop af, hè? Ja, ik heb ze toch nog, hè, ja. Hoe voelt dat, mevrouw? Heel goed. Heel goed. Heel leuk. Angela Wilkens is activiteitenbegeleidster bij Humanitas. En ook erg enthousiast over de ervaringen tot nu toe. Ik werk op een afdeling met name dementerenden. En één bewoner die... Ja, was op een gegeven moment heel onrustig. En bij het zien van het paadje, en dat paadje kwam in zijn nabijheid, zag je gewoon dat die bewoner rustiger werd. En dat is gewoon fantastisch om te zien. Ze is heel lief. Ja. Als het aan Anne B. ligt, gaat ze snel uitbreiden en zo nog veel meer ouderen helpen. En haar paardjes vinden het volgens haar gelukkig ook allemaal prima. Cara vindt het leuk. Ja, je merkt nu dat ze wel wat moe aan het worden is. Want ook een paard voelt alle energie van mensen, zeg maar. Okay. Maar zometeen dan gaat ze de wei op en dan schudt ze het even eraf. En dan is ze weer paard. Ja.